De ontwerpwet houdende vaststelling van regels in zaken het uitoefenen van bedrijven en beroepen, wet bedrijven en beroepen, is gisteren verder behandeld in de Nationale Assemblee. In het ontwikkelingsplan 2011-2016 is aangegeven om de economische ontwikkeling en stimulering van kleine en middelgrote ondernemingen te bevorderen. Ook de opheffing van factoren die belemmerend werken op de ontwikkeling van de economie moeten worden aangepakt. De wet moet ervoor zorgen dat vele procedures en andere barrières worden opgeheven. VHP-parlementariër Assis Kumar Gayadin vroeg onder meer naar meer duidelijkheid over de overdracht van vergunningen. Een vergunning vervalt bij overdracht van het bedrijf of beroep, voorzitter. Wat is het belang daarvan als persoon A een bedrijf overneemt, een NV overneemt, waarom zou de vergunning moeten vervallen? Ook de memorie van toelichting is niet duidelijk hierover. Ik zie het nut niet in, omdat wij juist willen stimuleren dat ondernemingen doorgaan. En wanneer een NV onder bepaald onder een bepaald persoon valt, of personen, als dat overgedragen wordt, al is het een natuurlijk persoon die een bedrijf heeft, eenmanszaak, dat wordt overgezet, waarom zou de zaken moeten van rechtswege moeten vervallen? De NDP-parlementariër André Misikaba die zegt heel gelukkig te zijn met het initiatief over de wet. Hij is er voorstander van dat de rode loper wordt uitgerold voor de ondernemers. Hij heeft wel een aantal indringende vragen gesteld over onder meer de werktijdslimieten die zijn vastgesteld in de wet. Ik zie in de wet bedrijven en beroepen dat er strakke tijdslimieten zijn opgenomen. Mijn vraag is, heeft zij de uitvoeringscapaciteit om zich te houden aan de in de wet voorgestelde limieten? In het bijzonder dient te worden voor verstrekking van een vergunning. Naast haar landelijke controle op prijzen en dergelijke, deze zaak ook adequaat uit te voeren. Om de tijdslimieten in de wet aangegeven, om die inderdaad op die basis te werken, voorzitter. Misschien kunt u ons, minister, voorzitter, via u, een staat doen toekomen van de stand van zaken. Maar als het antwoord is nee, hoe denkt u gezien de beperkte financiële middelen de uitvoeringscapaciteit op te voeren? Want het komt mij voor dat het niet alleen gaat om mankracht, maar ook om transport en andere materiële middelen. André Misikaba, NDP-parlementariër. Hij sprak bij de voortzetting van de ontwerpwet houdende vaststelling van regels in zaken het uitoefenen van bedrijven en beroepen.